al. Oh nee. Haha, hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, je had vorige keer gezien dat wij hadden geprobeerd de motor te starten. Hadden we eigenlijk vastgesteld dat hij op één cilinder liep. Dat die voorste eigenlijk helemaal niet meedeed. Daar was ook die cilinder wel water in had gezeten. Dus was eigenlijk de conclusie dat daar te weinig compressie was om fatsoenlijk te kunnen lopen. We hebben ook compressie gemeten. Die was ook slechter. Maar toen was de vlog dus afgelopen. En ja, ik ben altijd over nadenken. Toch nog even een beetje proberen en zo. Had ik hem weer gestart. Liep hij weer op één cilinder. En ik heb natuurlijk... We hebben een videootje hier. Dat was dus toch een probleempje aan de carburateur. Ik heb dus toch de carburateur eraf gehaald, even gecontroleerd. Bleek dus dat daar toch stiekem een sproeiertje verstopt zat. We moeten een beetje opwarmen. Aardig wat dingen lekken. Hè? Daar lekt wat? Ja, olie. Olie dalkt hij eruit. Dat had ik al gezien. Ja. Kijk, nou doe je het wel. Maar eigenlijk heel tijd niet oké, joh. Hè? Wat een herrie, zeg. Echt niet normaal. Goedje, hè? Hij valt de hele tijd stil en heeft helemaal niks te maken met de motor, hè? Dat is puur omdat hij nog geen benzine krijgt. Elke keer, kijk. Elke keer is dit ding weer droog. Deze, ik zit met de aanzuig van deze tank, maar het is gewoon niet helemaal lekker. Wat is zo mis nou? En dat is nou even compressie meten op die voorste cilinder. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja, want zoals hij nou loopt, zou je niet zeggen dat er iets mis mee is eigenlijk. Ja, dat is nogal snel natuurlijk. Zonder uitlaten zo'n verschrikkelijke herrie. Dan klinkt het altijd wel imposant. Kijk, die zijn nou natuurlijk gewoon... Kijk, die zien er netjes uit, zie je dat? Deze is een beetje arm misschien nog wel, zie je? Die is een beetje licht gekleurd. Maar... Dat is mooi. Ja, dit is gewoon wel goed, hoor. Ja, kijk maar, komt ie. Nou, zie je, die compressie is nog steeds lurp. Oké, nou gaan we op 24 volt en dan gaan we kijken wat hij doet. Wacht, ik ga het omstoppen. Ja, heb jij hem erbij? Yes. Dan zou hij waarschijnlijk hoger komen. Hij blijft op dezelfde staan. Oh, toch? Zullen we eens even kijken. Ik zou zeggen dat hij dan toch wel verder komt, hoger. Gewoon hetzelfde. Ja. Maar dat is bijzonder. Nou, dat is toch apart. Ik had gedacht dat hij dan hoger zou gaan. Ja. Minder zelfs. Oh ja?
Nou toch. En we blijven net op 190 hangen. Echt? Hoe ja. Minder? Nou ja, is dat waar. Oké, dat was het dan. Boeiend. Ah, het is gewoon niet zo'n fris motorblok natuurlijk. Het ding heeft gewoon lang buiten gestaan. Die cilinders zullen er helemaal niet zo lekker uitzien. Vooral de kleppen zullen slecht zijn, denk ik. Ja, en die kleppen, ik denk dat je daar... dat is een kwestie van nieuwe zittingjes frezen en andere klepjes erin. Dan kun je hem wel weer goed maken. Oké, genoeg over die motor. We gaan iets anders doen. Goed dan. Hey, waar gaan we nou mee verder? Ik wil eigenlijk best wel snel hydrauliek slangen bestellen voor die DAF die buiten staat. Dus we gaan even kijken of we die... hoe heet het ding ook weer, volgens... boek? Oh, je zei het gisteren nog. Ja, ik weet het niet meer. In ieder geval de centrale doorvoer, maar de soldatenmeneren die het boek hebben geschreven, die hadden hun eigen benaming voor natuurlijk. Hè? Dus we gaan kijken of we die eruit kunnen voezelen, want we moeten die slang moeten wij gaan vervangen, want anders kan die kraan ook niet werken. Ja, en heel die DAF heeft nog niet gelopen ook niet, hè? Dus dat zouden we ook nog wel eens even kunnen kijken. We kunnen voor de grap wel eens kijken of we kunnen starten. In feite, ik heb hier dit. Hebben we zelfs twee, hè? Wat een luxe. En ja, hiermee zou je moeten kunnen starten. In theorie. We hebben er zo'n stekker bij. Die kunnen we gewoon oversteken. En dan zou die gewoon rond moeten gaan. Ziezo. Zie hem kijken. Ja, hier zitten wel bouten waarmee het bovenste lager ermee af kan. En hij steunt er onder nog op. Ja, hij kan er nooit uitzakken. Want hij staat echt met zijn heel zijn gewicht hierop. Je kunt dit gewoon losschroeven zonder dat er iets gebeurt. Nou, dit feest gaat ook al niet echt door, geloof ik. Want we komen hier bijna niet bij die bouten bij. Het lijkt echt wel of ze, toen ze dit ding aan het bedenken waren, die kraan, dat ze echt hun best hebben gedaan om het echt zo lomp mogelijk te maken. Het is bijzonder wel. Echt hoor. Echt, onbegrijpelijk is het wel hoor. Ik zit de hele tijd hier aan te werken en elke keer denk ik, oh, dat hadden zo op kunnen lossen. Oh, dat hadden zo kunnen doen. Dat was veel makkelijker. Oh ja, wacht. Misschien is het wel zo. Oh nee, toch ook weer niet. Weer al een gemiste kans. Het is echt, tja. Volgens mij was het eigenlijk een gepensioneerde engineer die hier aan gewerkt heeft. En die was zo beu bij het bedrijf. En denk, weet je wat? Ik zal jullie allemaal hebben. Ik zal ze even iets verzinnen. En dat gaat jullie koppijn bezorgen. Ideaal, hè? Ja, van die goedkope gereedschapssetjes. Zitten vaak in auto's en zo. Dat soort sleuteltjes, die moet je gewoon bewaren. Die moet je gewoon allemaal in een krat mikken. Superhandig. Kijk, want je ziet het. En een goede sleutel, ja, die heeft natuurlijk wel wat lengte. Dat je flink kracht kan zetten. Ja, zo'n kort priegelding kan eigenlijk helemaal niks mee. Maar voor nu is het onze redding natuurlijk. Want dit is perfect. Ik kan er hier mooi mee tussen. Schroef ik daar zo die bout los. Ik moet het toch even slijpen, denk ik. Het is geen echte 22. Het is volgens mij een 21,8 of zo. Hey. Zo, kijk eens. Hij ging omhoog, hè? Volgens mij. Ik heb wel een boel meer ruimte in die bouten los te maken nu. Dus dat is eigenlijk ook wel goed. Helemaal goed. Ja, hij gaat wel omhoog. Ja. Ja, er zit een borglip zit eronder ook, hè? Maar die zit er aan de... Die zit dus... Dat hebben ze echt heel slim gedaan. Die zit dus echt hier. Dan moet je langs dit gat helemaal naar boven. Daar zit een boutje met een lipje. En dan moet je weten, die buis, daar zit de achteras ook onder. Dus je kunt ook daar niet eens recht in kijken. En er lopen slangen in, dus dit zit helemaal vol. Ja, het is wel leuk hier aan werken. Je valt echt van de ene verbazing in de andere. Het is echt bijzonder dat iemand hier is mee weggekomen die dit bedacht heeft zo. Biljarten hem gewoon los. Hopelijk. Kom aan. Ja. Hij gaat los. Oké. Nou, we hebben nog één bout los te maken. We komen er wel. Het is gewoon niet zo makkelijk, maar het gaat. Ook los. We komen er wel, beetje bij beetje. Is die al los daar? Daar zit ook nog zo'n draak trouwens hoor. Die had ik toch al losgezet. Oké, we hebben een iets slankere ringsleutel nodig. Dus we gaan hem een stukje... Ja, hij mag even op een afslank dieetje.
Hey. Weer een roestige sleutel uit onze bak met allerlei. Kijk daar, hele bak, hè? Hele bak vol, ideaal. Nou, we gaan deze sleutel even aanpassen. Kijk. Ik heb hem aan die kant erop kunnen krijgen. Is dat mogelijk? Nou weer. Dan past hij wel. Ja, nou moet hem toch, los in, zien te krijgen. Echt, wat is dit toch voor een top? Hè? Man. Heb je een voertuig waar je het eindelijk een keer gewoon kan maken, zodat je erbij kan kiezen ervoor om het dan ook maar gewoon. Pas op met je camera daar. Volgens mij is mijn sleutel gebroken. Ja, kijk maar. Zie je hem? Ja, als ze nou eens gewoon die bouten net verder naar buiten hadden gedaan en erbij kon. Oh nee, als ze nou gewoon die slangen zo hadden gedaan die los kon schroeven. Daarvoor waren we het aan het doen, hè. Eén slang wisselen. Je moet heel de verrotte dingen uit elkaar schroeven. Steltje gek, hè. Even kijken. Ja. Daar zit, daar gaan ze naar boven. Ja, daar gaan die slangen, hè? Daar duiken ze de gat in. Ja, dat zit precies boven de wielstel. Maar ik kan er, als ik daartussen kruip, kan ik er wel bij. Dan eens even kijken. En dan zouden we toch. Misschien krijg ik die borgbout wel los, hoor. Maar ja. Ja. Oké, mooi. Even kijken. Nou, daar hebben we hem. Kijk, zo hebben die genieën dat bedacht. Die slangen die gaan er allemaal die lange buis in. En daar boven, helemaal bovenin, ik denk dat het zo'n 60 centimeter is of zo, daar zitten de koppelingen die we los moeten draaien. Ja, het is echt ongelooflijk dit, joh. Dat, ik snap niet dat ze dit op die manier ooit hebben durven bedenken. Maar die centrale doorvoer, die kan dus met een boutje ergens hier losgezet worden. Ik kan hem eruit pakken, maar ja, je ziet heel het boutje niet. Die slangen, je ziet hoe dik ze zijn, die zijn echt hartstikke stug. Die krijgen niet aan de kant. En als we de boutje er al uit krijgen, krijgen we hem nooit meer terug in. Want dat is natuurlijk helemaal, tja. Daar word je gewoon verdrietig van zoiets. Oké, nou die ene bout. We hebben ze allemaal los, één na, en die is echt, die is gewoon niet te doen. We krijgen daar, ja, ik heb er helemaal geen slag daar. Onze verjongde sleutel, die is al afgebroken. Hij zit natuurlijk ook knijtervast. Ja, en nog een optie zou zijn, dit ding uit elkaar halen, want dat kan wel. Je kunt hem uit elkaar halen. Ja, dat is echt, ik blijf me erover verbazen dat je dat soort capriolen moet doen om een slang te wisselen, joh. Dat is toch echt gewoon, als zo'n slang kapot gaat in het veld, dan moet er gewoon, dan moet er een klusje zijn van 10 minuten. Ja. Echt hoor, toch bijzonder. Hoe kan dat nou? Hoe kunnen ze dit bij het leger ooit goedgekeurd hebben, joh? Dat ze zeiden, oh ja, nee, als die slang kapot is, dan, dan laat het maar staan of zo. Ja, is toch geen oplossing? Kan toch niet? Ik kan mijn pet niet bij. Ik denk allemaal nog steeds dat er echt een handigheidje is, dat het toch iets is wat we over het hoofd zien, want dit, ik kan me gewoon niet voorstellen dat die gasten dit ontworpen hebben, dus ja, zo ontiegelijk lom zijn geweest. Maar ja, het is natuurlijk wel een Amerikaans ding, die kraan, en daar kan je wel van alles verwachten, hoor. Dus dat is wel, oké, bijzonder. Laten we even kijken. Laten we even in het boek kijken. Ah, lomp van mij. Hier staat gewoon hoe het opgelost moet worden met een kraan. Het is de manual. Let op. Verwijder en ledig alle brandblusapparaten. Sla alle vitale delen stuk. Plaats de ladingen als volgt. Plaats de eerste lading in het motorcompartiment. Plaats de tweede lading onder de voorras. Breng een dubbele ontsteking aan om de mogelijkheid van weigering te voorkomen. Een zorgvuldige planning is noodzakelijk. De gevaarzone bedraagt minstens 450 meter. Vernieling door wapenvuur. Ah, dat kan dus ook. Zie wel. Er zijn dus gewoon meerdere oplossingen voor het probleem met die hydrauliekslang. Mooi. Oké. We hebben dus een probleem met een bout die er daar niet uit wil. Daaronder.
En als die bout eigenlijk los is, dan komt de bovenste lagerschaar komt eraf. Dan kunnen we eigenlijk het hele ding omhoog trekken en dan kunnen we bij die slangen bij. Maar ja, die bout komt dus niet los. Dan kunnen we wel bij met een dopsleutel. En nou ja, om op die manier erbij te kunnen, moet dit ding eigenlijk weg, die bovenkant. En die kunnen we delen. En blijkbaar is die plaat die hier zit, dat is ook gelijk de borging eigenlijk. Die houdt eigenlijk de doren die er binnenin zit, in die zwaaiklep. Die houdt hem, vast. Dus als hij eraf is, dan kan dit ding gewoon omhoog. Dan blijft het onderste stuk blijft dan zitten. Loopt hier waarschijnlijk olie uit. Maar ja, het systeem is drukloos. Hij is ondersteund, hè. Dus je ziet hier wel die cilinder, maar daar steunt hij niet meer op. Hij steunt hier op die poten. Natuurlijk een groot risico. Stel dat dat nou niet zo was en je had hem gewoon omhoog gedaan. Je gaat dit losgroeven, je trekt het ding eraf, dan komt er in één keer een sloot olie uit. Maar dat is niet het ergste. Dan komt ook die kraanarm naar beneden natuurlijk. Want die wordt nou ondersteund daar door die cilinder. Dan. Maar dat is niet. Dus we kunnen hem gewoon losmaken. Ik ben alleen heel benieuwd of dat er olie uitkomt. Want ik kan me voorstellen, deze is toch een aardig... Ja, er kan eigenlijk geen olie uitkomen. Ik ga het niet bewegen of zo. Maar... Nou ja, goed. We komen erachter. Ik ga even sleutels pakken. Deze moet volgens mij los. Dit is de elektrische doorvoer, dit. Het enige kabeltje wat hier naar boven gaat, is voor de verlichting. Ah, dit moet niet gekker worden hoor. Ik heb dus een ringratel gehaald. Dat vinden de mensen fijn dat jij dat gebruikt, hè? Ja, ik niet zo fijn. Ik heb ook de verkeerde meegebracht eigenlijk. Hij past er ook niet helemaal lekker op. Ja, er zit natuurlijk ook wel 10 lagen verf op en zo waarschijnlijk. Toch een leger ding. Kijk, die krijg ik wel los. Hé, dat is trouwens geen... Oh, natuurlijk joh. Ja, natuurlijk. Dat is zo'n Amerikaans ding. Ik zei, dit is geen metrisch allemaal. Oh, yeah. Kun je al meteen even goed rekening mee houden dat dit natuurlijk allemaal Amerikaans is. En er zit geen metrisch op. Ja, daar passen de sleutels ook niet lekker natuurlijk. Je moet er eigenlijk van die inchmaten voor hebben. Dat is de plaat die borgt die kop. Nou ben ik benieuwd, want... Nou kan heel die kop eraf eigenlijk, maar daar zal nog alles waar olie uit kunnen komen, denk ik. Zie je? Ja. Daar gaat-ie. Kijk, die kan er nou af. Helemaal. Dat is het probleem. Kijk hoe dat weer. Tuurlijk. Er zitten natuurlijk nog... Oh, jongen. Dadelijk hebben we het hele ding uit elkaar geschroefd, hè. Echt alles. Oh, we willen een slang wisselen. Oh, nee, dat kan niet. We moeten dit losschroeven. Wordt het zo'n Hilux ideetje? Ja, inderdaad, ja. Daar staat hier dadelijk zo bij. Maat. Kijk. Misschien hadden ze wel zoiets van, ja, weet je wat? Als je dan toch één slang moet wisselen, dan moet je maar net zo goed heel kraan uit elkaar schroeven. Want dan moet de rest toch ook wel gewoon vervangen worden en geserviced. Misschien is gewoon die kraan een wegwerpdeel. Als de slang kapot is, moet je gewoon een nieuwe kraan erop zetten. Zo. Goed. Oh, nee, krijgen we dat? Ah, nee, breekt die moer los aan de binnenkant zeker. Oh ja, de slijptol erbij dus. Zo. Ja. Je kunt natuurlijk ook gewoon een mooie hierop kraan zoeken en hierop zetten. Dan zijn we van deze kul af. Dat is deze slang. Zo, dat is een lange Janus. Kijk dan, we moeten hem doorzagen deze wagen, dan kunnen we de jaarringen tellen. Hier zie je al die lage verf. Dat is de moeite. Ja, 25. De metrische bako past ook op in PL-maten. Ja, dat valt ook mee. Ja, kijk. Je kunt natuurlijk ook niet verwachten van die designers van dit ding dat ze ruimte bedenken voor een sleutel. Want die hebben ze echt nog nooit vastgehad, dat is wel duidelijk. Nou, er komt zelfs nog een beetje olie uit, is dat wat. Ja. Nou kan ik de hele gebak eruit halen hier. Hoef hem niet eens helemaal uit elkaar te halen volgens mij. Plop, plopper te plopper te plop. Ja. Ik ben erg benieuwd, want ik denk nog steeds dat er een slimmere manier is voor dit. Ja, hij komt.
Hij komt los. Ja hoor. Deze mal. Ik heb met de hand al kan draaien. Het is wel fijn. Fijn van dat soort kranen en zo, zodat het allemaal overal in grote vettige hoop is. Dus als bouten eenmaal los zijn, dan draaien ze meestal wel soepeltjes. Kijk. Ja. Hij is er zo goed als volgens mij. Hij is het niet meer echt van plan, geloof ik nou opeens. Hij zit er gewoon scheef op. Dan moet hij los kunnen eigenlijk. Maar ik ben benieuwd, want het zou best kunnen dat die pershulzen er net niet door de gaten heen kunnen. Dat is wel wat ik zag op de tekening wat op leek. Maar ja, eigenlijk kan dat natuurlijk. Ze moeten er doorheen kunnen. Kijk. Dat dacht ik niet. Er zit beweging in. Ja. Kijk aan, zie je. Dat is een borgplaat. Maar die houdt hem vast. Hey, heb eens. Die kan eruit. Dat moet aan die kant eigenlijk ook kunnen. Kijk eens. Oh ja, ja, ja. Die plaat kan wel omhoog. Ja, dan moet hij er eigenlijk gewoon helemaal uit kunnen dadelijk. Dan moet hij gewoon omhoog kunnen. Heel die buis moet eruit getrokken worden. Oh, wat wouden we doen? De volledige kraan aan het reviseren. Oh nee, één slang vervangen. Ik zou bijna denken dat ze echt gewoon een hele speciale, lompe, lange sleutel hebben. Met boven zo'n kraaienpootje en zo'n hele lange as naar beneden. Dat ze daar zo de slang los konden draaien of zo. Maar hij komt wel. Ja. Hij komt eruit. Van een lompe constructie. Maar joh, ga dus nou niet zo bij de hand zitten doen. Een vervelende ring. Ja. Dat klopt goed. Ja, dat is deel die kraan die uit zijn lagering ging. Ik denk dat hij er een soort van is. Ja, hij is los. Ladies and gentlemen, we've got him. Kijk eens, daar komen ze, onze slangen. Daar zit hij een hoop ellende. Dus dit kan. Zo moet het. Tenminste, ik weet niet of het zo moet. Maar het kan wel. Ja goed, we kunnen hem nou nog niet eruit halen. Wat we nu moeten doen is eigenlijk deze slangen allemaal losmaken. En ook aan de onderkant. Want hij kan er natuurlijk niet uitkomen als die slangen onder nog ergens vastzitten. Dus die kunnen we allemaal losmaken. En dan kan het hele gebak kan er helemaal uit. Ja, eigenlijk heel goed. Want dat betekent dat wij ook onze zwaaiklep ook even kunnen controleren. Even nieuwe afdichtingjes erin zetten en zo. Dat mooi schoonmaken. Dan hebben we hem netjes binnen liggen. Ja, dat komt helemaal goed dit. Slangen losgooien. Heel dat ding, heel de gebak eraf. Slang aan de onderkant los, trekken we die klep eruit en dan hebben we de hele hoop ellende gewoon waar we het willen hebben. Dat is in de werkplaats en dan kunnen we deze plaat er even terug opleggen. Voorkomen dat lager vol regent en zo. Dat zit eronder, hè, de lager van heel de kraan. Ja, wie weet, misschien is dat ook wel de denkwijze, hè, erachter. Dat ze zeiden van ja, luister, als zo'n slang op een gegeven moment versleten is en kapot is, dan moet gewoon heel het ding eruit. En dan willen we alle slangen wisselen, willen we die nieuwe afdichtingen inzetten. Kan natuurlijk, hè, kan een ontwerpkeuze zijn. Het zou mijn keuze in ieder geval niet zijn. Want je kan ook een slang kapot rijden dat hij heel lullig ergens achterhaakt in het terrein of zo en net één slang kapot rijdt. En dan zou je toch eigenlijk gewoon willen dat je eventjes eronder kruipt onder het ding, daar een paar fittingen losdraait of slangetje los en dat je gewoon binnen een half uur weer verder bent.
Dat je gewoon weer dingen operationeel hebt in plaats van dat je dit allemaal moet gaan demonteren. Het is echt, bij een tank snap ik zo'n keuze. Dan heb je niet de ruimte, hè? Dan is alles zo krap op elkaar gebouwd. Dan kan je niet anders. Maar in dit geval, joh, dat is toch zo. Dat is het toch zo goed kunnen oplossen. Okay. Zo. Nou, je kunt natuurlijk alles proberen te onthouden. Maar een fotootje maken is meestal een stukje makkelijker. Vogelnest. Hier nog eentje. Helemaal vogelnesten erin. Ja. Nou, prima. Mooi. Want het is eigenlijk 36, maar ja, het is eigenlijk natuurlijk net geen 36, want het is een of andere Amerikaanse maat. Oh wacht, zo'n losdraaien in plaats van vast. Dat werkt ook nogal beter. Haha. Ja, ik ga een beetje mee in dezelfde stijl, snap je? Ja, deze slangen kunnen we ook net zo goed gelijk vervangen dan. Goh, we moeten eigenlijk... eigenlijk eventjes een goede sponsor hebben voor hydrauliekslangen. Zo, het is een investering dit. Pas op. Wel een goede baken toch. Zo. Dadelijk even een hele grote sleutel halen voor deze nog. En hier ook trouwens. Hij wil tot het laatste met de sleutel worden getroeteld. Oh, kijk. Een uilenbal-achtig. Ja, zoiets. Maar ja, daar ligt in de hoek allemaal. Nee, dat was een nestje wat, waarin een nolletje vogel in lag. Zo, oké. Nu alleen deze nog. Dan kan dadelijk dat hele gebak eraf. Mooi. Nou moet het lompe ding eraf kunnen daar. Zou moeten kunnen. In theorie. Dus eigenlijk. Ja. Pak hem er maar af. Hij ziet er niet zo zwaar uit, alleen maar heel zwaar. Gewoon staal en lomp. Staal en lomp. Hou we van. Lekker. Oké dan, kom het er maar eens even af, jij. Zo. Direct gek hè, als je langs de kant staat, 60 lijkt altijd meteen echt een stuk harder als je zelf stilstaat. Wel hoor. Ja! Hebbes. Oh ja. Kom een beetje olie uit, hè? Kijk. Nou. Oh ja, dit is natuurlijk altijd handig. De lekker kiepen. Zo. Wat een bokkejanus was dat, hè? Ja. Weet je wat fijn is aan van die ontiegelijke klote constructies? Dat is dat de overwinning des te groter is als het dan toch gelukt is, hè? Inderdaad. Ja, nou komt het goed. Deze staat los. Dit is echt een kwestie van onder die slangen losschroeven en dan trekken we heel die doren eruit. Dan hebben we heel die ellende qua slangen hebben we in één keer allemaal eruit. Kijk, dit ook allemaal. Dat is nou echt gewoon een kwestie van dadelijk binnen de werkbank slangen eraf halen. Inmeten, kunnen we een stellijstje maken. Dan kunnen we gelijk de afdichtingjes hier van dit gebak even controleren. Ze lijken wel dat er een soort van veer in zitten ofzo. Maar dit is wel mooi, dan kunnen we wel goed zien hoe zo'n centraal doorvoer dan eigenlijk werkt. Hè? Maar dat kunnen we straks nog veel beter zien als hij er helemaal uit is. Dus laten we nog even verder gaan met schroeven en het ding er helemaal afhalen. Ik denk eigenlijk wel dat wij de hydrauliekolie eraf moeten gaan laten dan. Uit de tank, want we moeten dadelijk ook de retourslang losmaken hier volgens mij. En als we die losmaken dan loopt gewoon heel die tank helemaal leeg. Sorry, ik zit met mijn voeten in jouw kruis. Ja, maakt niet uit. Kijk hier dan. Ja, dit is, die olie kan er nou uitlopen omdat die boven lucht kan pakken. Hè? Dat is het. We hebben die slangen zijn boven zijn die los. Dus nou in één keer loopt al die olie eruit. Dat was ook wel niet meegenomen. Oh jee. Ja, dit is echt die. Die moet helemaal los, die moet er helemaal tussendoor vlechten, die lange janus. Misschien kan die ook wel boven losgedraaid worden, die. Als we die dikke slang eerst losmaken. Hij kan volgens mij best een heel stuk omhoog. Laat ik eerst gewoon de slangen losmaken waar niet te veel olie uitgelopen komt. En dan kijken hoe ver we dat ding naar boven kunnen trekken.
En wat toch luxe, hè? Om deze dingen gewoon lekker te mogen repareren en video's van maken. Als je dit moest maken en je moest je uren gaan rekenen. Nou. Begin maar te janken. Ja, ook die gaat los. It's my party and I cry if I want to. Dat is van het zwenkwerk. Ingenieus systeem overigens. Met van die cilinders. In plaats van dat ze gewoon een hydromotor en een ronseltje en dan een gewoon zo'n grote draaikrans op hebben gezet, hebben ze daar echt zoiets frames op gebouwd met een paar van die cilinders. Ja, een kunstig systeem. Dat hebben we al eens laten zien, denk ik, of niet? Ja, mooie frisse nieuwe slangetjes erop. Terug in elkaar. Een koppelingscilindertje erop. En dan is hij weer operationeel. Dan moet ik het echt gewoon losdraaien helemaal. Ja, ik heb besteld. Maar is er volgens mij ook wel bijna. Het hoeft niet zo lekker als die olie er allemaal uitgelopen komt. Het loopt allemaal langs mijn sleutel naar beneden en dan vervolgens op mijn handschoen. Dat ingerotte en vettige hoop. Irritant dat het allemaal blijft druppelen, maar ja, er zit best veel olie in dat hele ding natuurlijk daar. Zo. Oep. Lekker werkje. Kom aan. Ja, daar komt hij hoor, let op. Hop. Deze. Allebei los. Dat is van het zwenkwerk. Godsamme zeg, wat een tapzooi. Oh, lekker dan. Ga je hier bovenop liggen lekker, ja. Oké. Kom aan. Heps. Daar is hij al. Helemaal uit. Ja, ze zitten allemaal hier erin geschroefd. We moeten ze allemaal langs onder losmaken. Ik kan hier bovenkant niks doen. Ze hadden gewoon zo'n mooie stek over binnen kunnen maken daar bijvoorbeeld, hè. Zo goed gelukt gewoon. Dat was echt geniaal geweest, hè. Gewoon eens een stekko. Gewoon zo'n, gewoon een ding dat je erin steekt met gewoon een o-ring eromheen en zo'n steunringetje. Dan daal je daar gewoon zo langs onder zo tegen en dan vastschroeven, dan zit alles vast. Als je het dan langs onder los moet maken, draai je gewoon daar die bout los en trek je gewoon heel het pakket zo in één keer los eronder uit. Flop. En het liefst met een stuk leiding, want anders krijg je niet sturen. Oké, alle slangen moeten los langs onder. Geen uitzondering, gewoon alles losschroeven dus. Er is geen andere optie en het kan ook echt niet anders, want je kunt, je hebt net gezien hoe dicht die slangen tegen elkaar zitten. Je kunt er ook echt niet met een sleutel bij of zo. Je kunt er niet tussen. Er is geen ruimte. Nee, ze zitten echt in zo'n smal kanaal. Dus je moet gewoon, ja, dit, zoals we het nou aan het doen zijn. Ja, hoe lomp het er ook uitziet. Maar dit is volgens mij wel gewoon de manier. Dus echt, we gaan de hydrauliekolie gewoon helemaal eraf laten. Want we moeten dus al die slangen losmaken. En dan gaat die toch helemaal leeglopen, die tank. Je kunt dat beter bij de aftapplug doen. Het lijkt er overigens op dat die andere twee koppelingen daar ook gewoon bezig zijn om volledig leeg te lopen. Dan gaat hij extra goed los, want dan wil hij natuurlijk de volle douche geven. Ja, dan kunnen we net zo goed weer dicht schroeven, denk ik eigenlijk. Er zitten 5 slangen, hè? We hebben er al 3 los. We hebben nu eigenlijk de perskant van de pomp is los. De 2 slangen van het zwenkwerk zijn los. We hebben nu nog een lekkerleiding. En een aanzuig. Retour. Retour natuurlijk. Ja, nee, de aanzuig, dat is die we nou de aftapplug uitgedraaid hebben. Oké, nou goed, laten we dat gauw doen dan. Die gaat mee. Lekker dan. Hij gaat daar ook mee draaien. Nou, ik pak nog een paar meer sleutels erbij, hè. Waar is dan die andere? Welke slang is dat nog dan? Waar? Ha, daar is hij dan. Ik zie hem al. Wel nu. Dan moet ik daar eigenlijk op een manier met een hamer tegen aanslaan. Daar zit hij dan.
nou snap ik wel waarom ze allemaal in het leger allemaal onder die dingetjes door moeten kruipen en zo. Anders kunnen ze die stomme dingen van ons niet onderhouden, joh. Ha, ha, ze kunnen er nergens bij. Huh. Nu ga jij eraan. Jij naar slang. Zo, taaie, rotslang. Nou, hij heeft niet veel zin om los te gaan, deze, geloof ik. Hij ging even een stukje, maar nu is het weer klaar, hoor. Goh. Hup. Lekker dan, waarom ga je niet gewoon los, man, naar rotting? Is er bijna. Oh jee. Er zou nog wel eens een beetje olie uit kunnen komen hier. Ja. Oh, lekker dan. Ja, ja. Kijk je dan. Dat zijn, het zijn echt van die kantoormannetjespraktijken, dit ontwerp, hoor. Dat is. Daar word je verdrietig van. Yes. Zo. Wat komt er dan uit? Nou moeten die slangen nog een beetje... Die slangen die niet eens meer slangen te noemen zijn. Wacht. Die plaat mag naar beneden trouwens. Zo ja. Hé, hey, er zitten nog stukken leiding aan, ook wel een stuk, zie je dat? Wel een stukje. Pff. Man, man, man. Denk maar niet dat hij eruit komt, hoor. Hier, moet je kijken. Ah, dit kon op geen manier worden gedemonteerd zonder heel dit allemaal uit elkaar te halen. Kijk maar hoe nou dat hij hier tussen zit, die zeskant. En dit komt uit een, ja, uit een kanaal wat niet veel groter is dan dit. Dus ja, ja, dit is gewoon de manier. Het is heel onbegrijpelijk, maar dit is de manier om dit te doen. Ha. Simpele zielen die dit verzonnen hebben, joh. Jongen, jongen. Steeds verder. Maar hij hangt er in ieder geval al zo doorheen. Als we nou die slangers doorheen konden trekken, één voor één, dan zou ook al gewoon goed zijn, hè? Kijk, als we die nou zo als doorheen konden halen. Kijk. Mijn koppeling klem vast. Heft me gewoon, lepels door. Trek hem maar. Ja, jongen, je hebt het nog niet door, maar je gaat er gewoon uit vandaag. Snap je? Oh, rotting. Ja, er zit ook van die koppelingen aan, dat is zo. Ja. Kijk. Ja. Nacht. Als die eruit is, dan hebben we echt alle ruimte. Dan zitten ze natuurlijk met z'n allen met die koppelingen naar bovenin. Misschien even een klein stukje terug. Godsamme zeg. Als er nou eens één slang uitkwam, dat was hem. Haha. Als er nou eens één slang uitkwam, dan hebben ze allemaal. Mooi. Kijk. Oh, ja, ja. Oh, jongen, jongen. Nou, ik hoop dat de tekenaars
onder de kijkers even goed meekijken met dit. En dat we met z'n allen afspreken dat we dit soort constructie dus niet meer doen. Hè? Wat is dat voor grap? Zit die nu vast? Nou, die zit nu vast hoor. Kijk maar, daar is hij al. Er zitten daar trouwens allemaal rare stukken rubber omheen. Dat is dan gewoon... Scherming. Ja. Mooi! Wat een constructie. Hé, hey, kijk eens. Ah, lekker. Het stekkertje is gewoon nooit losgegaan. Dit is wel de manier zoals het uit elkaar moet. Want dit, je kan dit echt nooit loskrijgen, joh. Ja, en de slang die kapot was. Deze. Dat is ook dus eentje die echt helemaal bovenaan zat, hè. Die ook helemaal hier zat. Dus daar hadden we echt niet bij kunnen. Deze hadden we nog een kans gehad misschien om los te draaien. Maar ja, die andere helemaal niet. Het is echt een hele rare gezicht. Hé, hey, we gaan het afsluiten. Het is echt gewoon tijd. We hebben hier best wel lang over gedaan. Gewoon keurig heel de dag zitten schroeven om één slang te wisselen, hè. En we hebben het alleen nog maar gedemonteerd. Er is nog helemaal niks vervangen of zo. We hebben nog niet eens opgemeten welke slang het is. Onbegrijpelijk. Nou ja, goed. Houdt het spannend, hè? Zoiets. Ja, ik ben heel erg benieuwd, want misschien dat er nog steeds wel kijkers zijn die zeggen van dit moet heel anders. Maar ik moet zeggen, ik moet bekennen dat ik niet zie hoe dan. Want hier onderin, je hebt hier echt heel weinig ruimte. Het is hier... Hier zit wel een randje, maar ik denk, laten we zeggen dat hij daar misschien, dat er misschien een centimeter is of zo, dat hij iets breder wordt. Maar er is nooit genoeg ruimte om hier met een sleutel bij te kunnen. Sterker nog, ik denk dat het zelfs nu nog lastig is om deze los te draaien. Want kijk eens hoe je hier met een sleutel omheen moet kunnen, joh. Dat kan nu zelfs eigenlijk nog niet eens fatsoenlijk. Dan moet eigenlijk deze eruit draaien, die buizen, die leidingen. En dan kan het die pas losdraaien. Daarom zitten die leidingen daar, omdat anders die zeskant hier gewoon niet eens kon, want dan zaten ze gewoon tegen elkaar aan. Dus hebben ze echt op die manier moeten prullen, omdat het anders gewoon niet ging. Ja, oké. Nou ja. Het is... Vaak zeg ik als ik zo'n constructie zie, daar zal wel iemand over nagedacht hebben, maar... Dat durf ik bij dit eigenlijk niet echt te zeggen, moet ik bekennen. Ja, of om het zo moeilijk mogelijk te maken. Ze dachten, weet je wat, als de Russen de dingen in beslag nemen, als ze hem buit maken, dan gaan ze hem in ieder geval niet namaken. Denk ik ook niet. Dus. Oké. Okay. Hey, mooi. Lekker dan. Mensen, ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze vettige video. En tot de volgende.